Hoi, dit is Stiekva van Gezin op Reis en welkom bij mijn tweede weekvlog. Nou, deze week was absoluut niet de meest spannende week, want we kwamen terug uit Zuidoost-Azië en ik had echt heel erg veel werk te doen. Mensen zeggen dan altijd, oh, ben je weer terug van reis? Ben je lekker uitgerust? Nou ja, voor mij betekent dat als ik terugkom van een reis dat er echt een bult werk ligt. Nu had ik 18 blogs die ik moest schrijven naar aanleiding van de reis. Of nee, niet, ik hoefde ze niet allemaal te schrijven, maar een aantal die moesten af en een aantal die wilde ik gewoon graag schrijven. Nou, gemiddeld kost een blog me zeker 4 uur. Dus dan weet je dat ik veel te doen had. En jammer genoeg kwam onze dochter niet zo snel uit de jetlag als meestal. Dus ik dacht dat dat wel een leuk onderwerp was voor deze week. Maar eerst wil ik jullie nog even een super toffe hut laten zien. Kijk, die heeft Marcel gemaakt met de wilgetenen toen wij op reis waren. Echt een hele leuke verrassing en ik denk dat het er echt hartstikke gaaf uit gaat zien in de zomer. Jetlag dus, niet leuk, helaas bijna niet te voorkomen als je lang op reis gaat. Tenzij je op reis gaat met een baby die echt nog super jong is, want als ze toch nog niet doorslapen, nou ja, dan kan je ook geen jetlag hebben. Maar even vanuitgaande dat dat niet zo is, dan is het wel altijd iets om eventjes goed over na te denken. Ik moet zeggen, op zich gaat het bij ons altijd wel heel erg goed. Op de hele weg eigenlijk helemaal weinig last gehad. We landden 's ochtends om 7 uur in Bangkok en we waren, en dat was in Nederland dus 1 uur 's nachts. Maar gewoon de hele dag doorgaan, leuke dingen doen. Af en toe er gewoon wat snoep of suiker in gooien. En uiteindelijk ging ze pas om 6 uur 's avonds naar bed. Ja, 's nachts een paar keer wakker geworden, maar gewoon lekker knuffelen. En nou ja, daarna was het gewoon goed. Ja, nu op de terugweg ging het wel wat lastiger, want we waren weer terug in Nederland. En ze is echt wel een paar nachten achter elkaar dat ze om 4 uur klaar wakker was. En dat is eigenlijk ook wel in zijn algemeenheid zo, dat als je naar het oosten vliegt, dat dat makkelijker is met de jetlag dan weer terug. Dus dat is in ieder geval iets om rekening mee te houden. Ik heb op Gezin op Reis ook een super uitgebreid artikel staan over een jetlag met een baby. Wat ik gelijk heb geschreven nadat we iets van 13 vluchten hadden gemaakt met onze babydochter. Dus wat ik niet ga doen is al die informatie herhalen. Maar enkele van die tips daar zijn ook heel geschikt voor met oudere kinderen. Vooral weet je, de plek waar je verblijft is echt heel belangrijk. Zorg dat je gewoon een hotel kiest dat een beetje geluiddicht is. Waar je kan ontspannen. Waar je je prettig voelt. Weet je, als je kind dan toch 2 of zo uur wakker is, dat je in ieder geval niet nog in de stress zit dat je andere mensen wakker maakt. En neem een nachtvlucht. Ja, ik zal altijd voor een verre reis met kinderen kiezen voor de nachtvlucht. En ik leg je graag uit waarom. Een van de vragen die ik het allermeest krijg, en dan vooral van ouders die op een verre vakantie willen gaan, dus bijvoorbeeld echt wel 8 tot 10 uur vliegen, is welke vlucht moet ik nou nemen? Moet ik de dagvlucht nemen of de nachtvlucht? En als ik de keuze heb voor een overstap, en dat scheelt best wel veel geld, is dat dan aan te raden of niet? Mijn antwoord is simpel, ik zou altijd kiezen voor de nachtvlucht. Ja, soms is het wat onhandig, want je kindje gaat misschien later dan de gewone bedtijd naar bed. Of in het vliegtuig wordt er eerst nog eten geserveerd voordat ze kunnen gaan slapen. Maar als ze eenmaal slapen, dan maak je ook echt gewoon een hele lange ruk. En dan heb je heel veel tijd dat je je kindje niet hoeft te vermaken. Kijk, voor jezelf is het misschien niet het allerprettigst, omdat je gewoon niet zo lekker slaapt met een kindje of een baby op je. Of omdat je überhaupt niet zo lekker slaapt in het vliegtuig. Maar zo gaat de tijd echt wel het snelst. En voor een gezin is een nachtvlucht echt wel aan te raden. Stel dat je dus de keuze hebt van een rechtstreekse vlucht of een goedkopere vlucht met overstap. Ja, dan moet je die keuze natuurlijk zelf maken. Ik moet zeggen, als het bijvoorbeeld 300 euro scheelt, ja, dan kiezen wij echt wel voor de vlucht met overstap. Waarbij ik wel eerlijk moet zijn dat het met een baby echt wel makkelijker is. Weet je, die kan je in een draagdoek stoppen of een draagzak. En die blijft dan vaak tijdens de nachtelijke overstap ook wel doorslapen. Terwijl ja, jonge kinderen, om die echt midden in de nacht wakker te maken, dan een paar op een vliegveld te gaan hangen, ja, dat is echt niet ideaal. Wat je kunt doen is ook kijken of je je overstap wellicht wat langer kunt maken. Dat hebben we ook wel eens gedaan. Dus in plaats van een hele lange overstap in China hebben wij toen gekozen om gebruik te maken van de 3 dagen visumvrije entree optie. Waardoor we gewoon een paar dagen in China zijn gebleven en de vlucht als ware hebben opgeknipt. En hetzelfde hebben we ook wel eens gedaan in de Verenigde Arabische Emiraten. Dus dat is ook altijd een optie om naar te kijken. Nou, dit was alweer mijn tweede weekvlog. Vond je het leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En mocht je nog vragen hebben, stel ze in de comments.